Ja, hij draaft altijd maar door of zoiets. Tijdens de open dag, zaterdag in het FNV-kantoor aan de Blauwweg, is gediscussieerd over een basisinkomen als alternatief voor de bestaande uitkeringen, toeslagen en regels. In mijn geval is het basisinkomen dat ik een jaar lang 1000 euro per maand krijg op de eerste van de maand. Geheel onvoorwaardelijk. Hij is de eerste in Nederland die zo'n inkomen krijgt zonder er wat voor te doen. Het wordt nu nog bij elkaar gelegd door crowdfunding. Maar het idee is dat iedereen vanuit de overheid 1000 euro per maand krijgt. Wat belangrijk is om te begrijpen is dat het een basisinkomen is. En dat het dus geen inkomen is waar je 3 keer per jaar van op vakantie kan naar Honolulu of noem een mooie plek. Achterliggende gedachte is dat er steeds minder banen zijn. Werk en inkomen moeten anders worden georganiseerd om te voorkomen dat veel mensen buiten de boot vallen. Het idee van het basisinkomen, dat wordt ook wel veel gezegd, dat is niet links, dat is niet rechts. Het leeft onder brede groepen van de bevolking, rijk, arm, jong, oud. Zie je trouwens ook wel terug in politieke partijen. Dwars door alle partijen heen zijn er voor- en tegenstanders. En dat is eigenlijk hartstikke mooi, want dat maakt dat we erover na moeten denken en over door moeten praten. Want nu steeds meer mensen losse baantjes van een paar uur per week hebben, is het verrekenen van inkomen met een bijstandsuitkering een heel gedoe. Veel gemeenten willen daarom al de regels van bijverdienen versoepelen.